wij zijn van melk veranderd. Dit is toch het beste voor de dwergkees, dus die geven we nu. Nou, we gaan eindelijk onze foto maken. Newborn shoot. Ja. Waar is je baby? Waar is je baby? Waar is je baby? Oh, we gaan met een hele speciale vlog alweer beginnen. De bevalling was super zwaar. De afgelopen dagen was super zwaar. Maar we gaan nu kijken hoe die kleine zich ontwikkelt. En ik vind het super leuk om het met jullie te delen. Dus ik ga voor jullie proberen elke dag wat te laten zien. En dan kan je zien dat ze elke dag weer een klein beetje verandert. Nou, hier is kleine Evie. Hé? Hey? Ivy? Dat is jouw baby, hè? Ja. Dat is jouw babykindje. Ik ga jou kijken. Nou. Daar zit ze dan lekker te drinken. Oh, ze is kwijt. Oh, ze zit maar weer. Zo, Evie. Mama melk. Ja. Ivy melk, hè? Nou, zoals jullie zien hebben we Ivy de buikje helemaal geschoren. Helaas is dat gewoon het beste als de baby melk gaat drinken. Zo kan ze ook makkelijker melk drinken. En we leggen ook elke keer aan een andere tepel met drinken. Maar ja, nu komen we bij deze best het melk uit. En ook hier. Maar Ivy geeft heel slecht puppymelk. Ja, hè, Ivy? Ik ben in ieder geval blij dat ze drinkt. En eigenlijk drinkt ze ook wel goed bij de mama. Alleen Ivy geeft niet genoeg puppymelk. Dus wij zijn Ivy kaas aan het geven. We geven de puppymelk. Extra vocht moet ze hebben. Ze mag eten wat ze wil. Het liefst zoveel mogelijk. Dus ik hoop dat het straks een beetje iets meer op gang komt. Maar wat ik nu doe is elke 3 uur geef ik de kleine een fles om aan te sterken. Want toen ze geboren werd woog ze 110 gram. En meestal binnen 24 uur vallen ze wat af. Dat is normaal. En toen woog ze 99 gram. En dat is eigenlijk wel normaal. Dat is iets meer dan 10% van haar lichaamsgewicht. Maar de dag daarna viel ze nog 2 gram af. En ja, ze moet nu wel aankomen. Ze is gisteren wel weer wat aangekomen. Gisteren woog ze 103 gram. En dat komt ook echt omdat ik de fles geef. Dus dag en nacht geef ik haar gewoon wat extra's. Wij zijn van melk veranderd. Dit is toch het beste voor de dwergkees, dus die geven we nu. En ik voed er echt met een pipetje. Dit vind ik zelf wat makkelijker, want het probleem is, als ze zich verslikken, dan kunnen ze een longontsteking krijgen en dan kunnen ze ook doodgaan. Deze zit er ook bij, maar die vind ik toch, ja, hier drinken ze te snel en dan ben ik toch bang dat ze zich verslikken. En hier heb je meer de controle over. Dus dit geven wij nu aan Evie. Nou, ze klaar met drinken. En we hebben een lekkere warmtemat. Dat is toch wat beter als een warmtelamp. Ze wil naar mama toe. Mama is verstopt, Ivy. Ja. We hebben een paar zware nachten gehad. Want Evie is op 28 december geboren. En het is nu 31 december. Dus ik heb even een paar dagen niet gefilmd. Want Evie en Ivy die hadden allebei mijn aandacht echt heel erg nodig. En dat gaat natuurlijk voor. Dus, maar ze doet het nu goed. Ze groeit alweer wat. Daar ben ik blij mee. Maar we hebben heel veel slapeloze nachten gehad. Eigenlijk, sinds ze geboren is, heb ik nog helemaal geen 1 nacht doorgeslapen. Maar dat geeft niet. Dat hoort er allemaal bij. En dat komt natuurlijk ook omdat Ivy niet genoeg melk geeft. Dus we moeten haar gewoon om de 3 uur de fles geven. En dat is ook in de nacht. En ze slapen boven naast mij in een werpkist. Ik heb beneden een werpkist en boven. Dus zo ben ik altijd bij ze. En daarom ben ik echt wel heel erg blij met de lockdown. Want anders had ik het er niet bij getrokken om te werken. Want ik moet er gewoon nu echt voor hun zijn. En waar ik heel erg blij mee ben. Ik heb zoveel advies gekregen van de fokker. Van Svetlana. Daar ben ik altijd heel blij mee. Daar hebben we hele goede contacten mee. En wat ik ook heel lief vond is Melissa van de Gypsy Poms. Die hebben me superveel advies gegeven. En daar ben ik heel erg blij mee. Want het is natuurlijk altijd wel fijn om ook advies van anderen te horen. Ik weet wel wat ik moet doen. Maar het blijft toch altijd spannend. En vooral ook omdat er natuurlijk 2 pups zijn overleden. Dan is het al helemaal emotioneel. En dan zit je er al niet helemaal bij met je hoofd. Maar met Evie gaat het nu gelukkig heel goed. Dus ik ben echt dankbaar dat ze mij geholpen hebben. Zo ziet onze oud en nieuwe avond eruit. Wij zitten in ieder geval lekker veilig thuis.
We hebben geen stiekem privéfeestjes. We moeten voor onze kind zorgen. Ze heeft net lekker een flesje op. Hai, hai. Dag mama. Moet je even de borst geven? Ja. Heb je lekker gekolfd in dit buisje? Kijk, ze heeft gewoon echt al honger. Heb je honger gehad? En zo zit je dan, hè? Om de... 3 uur. 3 uur. Ook binnen de nacht. Dag en nacht. That's mom life. Pol mom. The life of the pol mom. Wat de meeste mensen vergeten. Ja, echt zo. Bij puppies. Ach, maar dat is wel echt heel lief. Vandaag is het alweer 2 januari. Gisteren heb ik niet zo heel veel gefilmd, want gisteren was ik een beetje moe. Dus ik was een klein beetje tussen de drukte door mijn slaap aan het inhalen. En ik ben helemaal blij, want ze weegt vandaag 110 gram. En dat is echt supergoed, want zo was ze ook geboren met 110 gram. Dus ze komt aan, dus we zijn op de goede weg. Ik zal jullie hier even laten zien wat ik in de nacht heb. Kijk, ik heb een werpkist precies naast mijn bed. Kan ik er zo in kijken. En Ivy vindt het toch lekkerder om in de nacht op een koude bodem te liggen. En dan hier ligt die kleine op, ook met zo'n warmtedeken of een kussen. En zo kan ik er gewoon goed in de gaten houden als er wat aan de hand is. Omdat Ivy natuurlijk nog niet zoveel met de puppy doet en omdat ze niet genoeg melk heeft. Ik ben ook bang dat ze haar te weinig likt. En ze moet haar ook echt schoon houden om haar stoelgang te stimuleren. Want anders raakt ze verstopt. Want als de moeder haar likt, dan gaat ze poepen en plassen. Eigenlijk doe ik het altijd met een lauw wattenschijfje. Masseer ik eigenlijk altijd bij de kontje. En altijd bij de plassen, zodat ze hopelijk gaat poepen of gaat plassen. Gewoon met een lauw wattenschijfje. Hij heeft het goed gedaan. Ja! Nou, we gaan eindelijk onze foto maken. Newborn shoot. Ja. Ze is morgen alweer 1 week. Dus eigenlijk zijn we te laat. Maar de gezondheid gaat voor. Hè? Vandaag is het alweer 3 januari. Het was vandaag weer een lange dag. Ik had vanochtend een beetje stress, want die kleine had een beetje buikkrampjes. Dus ik kreeg een beetje diarree. Maar eigenlijk gaat het nu wel heel goed, want ze woog vanochtend 117 en nu weegt ze 121 gram. Dus dat gaat echt heel goed. En ik heb vandaag voor het eerst geen fles gegeven. Dus ze heeft vandaag voor het eerst alleen bij Ivy gedronken. Want Ivy heeft nu eigenlijk wel genoeg melk. Dus daar ben ik heel blij mee. En je ziet ook gewoon echt dat ze groeit en dat ze het goed doet. Hé, Ijf. En jij ook, kerstmama. Ja. En jij ook, hè. Zo trots op jou. Ja. Waar is je baby? 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 Wil je baby terug, Ijf? Waar is je baby? Moeten we even melkje geven? Waar is je baby? Waar is je baby? Daar is jouw baby. Daar is je baby. Daar. Kijk. Nou, Evie, je doet het hartstikke goed. Ik ben er vandaag voor het eerst niet naar beneden gegaan om de fles te maken. Want kleine Evie heeft de hele nacht bij Ivy gedronken. Dus we gaan vooruit. Ze weegt nu nog steeds 121 gram. Dus vandaag gaat ze weer aankomen. Ben jij nou benieuwd hoe ze het gaat doen en hoe ze uiteindelijk gaat worden? Blijf dan kijken, want wij gaan nu elke weekvlog laten zien hoe kleine Evie gaat groeien. En hoe mama Ivy het natuurlijk doet. Dus vergeet allemaal niet te abonneren. Duimpjes omhoog. En dan zie ik jullie weer volgende week. Zeg maar doeg!